In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, zal in de komende week een niertransplantatiemissie uitgevoerd worden. Hiertoe zijn de afgelopen periode patiënten en donoren gescreend. De screening heeft vooralsnog geleid tot 6 potentiële koppels van wie de nieren getransplanteerd zullen worden. Een team onder leiding van dokter Mirza Idu en professor Frederik Bemelman, ondersteund door enkele medische specialisten van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, zullen deze missie uitvoeren. Tijdens het bezoek van minister Umar Ramadien aan het Amsterdam UMC op maandag 30 mei is er afgesproken dat het buitenlands team binnen 3 jaren de kennis zal overdragen aan de Surinaamse medici. Hierdoor zal Suriname in de toekomst zelf de niertransplantaties kunnen uitvoeren.